zoals in de jaren 90, dat ze langs de weg staan met van die fakkels, vuurwerk, toeters. Het is niet normaal. Sneeuw, ijs, gravel, tarmac. Daar kwam een soort van alles samen. Het zag er spectaculair en dwars uit. Het is een aaneenschakeling van verschillende dingen wat het gewoon super vet maakt. Ik zag Colin McRae door de lucht vliegen met een blauwe Subaru met gele stickers erop. Waar ik altijd van droomde om die te rijden, dat zag ik natuurlijk vroeger op tv. Ik dacht van wow, wat dit is vet wat die gasten doen daar. En ja, dan denk je van ik wil wat met autosport gaan doen natuurlijk. Maar ja, hoe oud was ik? Ik denk 12, 13, 14, 15. Ik weet het niet meer precies wanneer het begon natuurlijk. Maar ik ging langs de Subaru dealer om een poster te vragen. Dus ik kreeg een poster van een groep auto, de vierdeurs Impreza. Ter ere van dat die Nieuw-Zeeland had gewonnen. De poster die heeft jarenlang echt letterlijk boven mijn bed gehangen. Dus elke keer als ik wakker werd of naar bed ging, zag ik die auto. Ik weet ook nog dat ik een keer naar mijn opa en oma ging. En daar was een rally gaande. Dus ik weet nog dat ik zei, we moeten hier eraf, ik wil kijken. Dus ik heb daar een uur staan kijken naar die auto's waar de knallen uitkwamen. En dat ze dwars door de kop gingen. Ik dacht, wow. Kijk, als je als kleine jongen op tv kijk naar de rallysport. Ik dacht zo van, ik wil dat ook leren. Nou, dit is de Rally Legend. Dat is een rally in Italië. Het is een event van een dag of vier. We vieren hier de 30-jarige jubileum van de Subaru Impreza. En dan pakken ze groot uit. Ik denk nog nooit zoveel originele auto's bij elkaar gekomen. Het is quite special. Ik realiseer me dat het gevaarlijk kan zijn. En aan de andere kant, weet je, ik denk er helemaal niet aan. Ja, door gewoon wel die stap te durven zetten. En wat het ook echt is, ik heb er ook niet te veel over nagedacht. Het was gewoon een gevoel. Ik denk van, ik moet dit gewoon doen. Dit is mijn, Japanners noemen het je ikigai. Dat is je missie en waar je werk en je passie en alles samenkomt. Het is niet één speciaal evenement. Het is niet één speciaal ding. Het is een aaneenschakeling van verschillende dingen wat het gewoon super vet maakt. Dat is het maken van die notes, dat het klopt. Het is met zo'n auto rijden. Het is de toerenteller zien die een beetje op en neer gaat. Het geluid. Het is de harmonie van de proef hoe die float. Het is een jump goed nemen. Een stukje concentratie, maar ook een ultiem relax moment om even te genieten met zo'n auto, zo'n mooi stukje weg die voor mij ligt, waar ik overheen mag scheuren straks. En dan telt de navigator af en dan is het zo goed mogelijk luisteren naar die notes en dat met de rijkunde samenbrengen in die auto. Als dat samenwerkt, rijder, auto, notes, dan heb je zo'n mooi ritme te pakken en dat voelt zo lekker. Dus dan vliegt zo'n proef in een soort van ja, heel puur moment, maar wel aan je neus voorbij. Zeg maar. Dus binnen no time ben je weer aan het einde. En dan is yeah, weet je, high five, dit ging goed, dit ging goed. Om het samen te beleven met andere mensen, dat is gewoon de sleutel. Kijk door echt die droom te volgen,
al met een Subaru waar Colin McRae in het WK reed. En voor mij was dit een van mijn mooiste dromen. Maar het is wel heel toevallig dat een poster van Colin McRae in een groep A in Preza jarenlang boven mijn bed heeft gehangen. En dat ik die nu gewoon hier mag rijden. Dat is wel een droom die uitkomt, ja.